watermannen, goeiedag. Dit is Ellen en ik ben hier voor jullie voor de maand november om te kijken welke energieën er voor jullie spelen. Bedankt dat jullie mij zo goed steunen en voor alle likes en voor alle reacties. Ontzettend bedankt en voor jullie steun en het vertrouwen in mij. En ik ga dus nu beginnen voor jullie, watermannen. Ik trek als eerste, dat voelde goed voor mij vanochtend, om even een maankaartje te trekken. Dus ik vraag aan de energieën, aan de gids en de engelen, mag ik alsjeblieft één kaart voor de energieën voor de waterman, november 2020. Dan even kijken welke kaart voor jou, waterman, naar voren mag komen. Ik ga even kijken naar voren mag komen. En de kaart die naar voren komt is tijd voor healing, de asgrauwe maan. Ik zoek het eventjes op in mijn boekje. Oké, de asgrauwe maan. Ik zal even de kaart weer wat dichterbij halen, dat jullie even mee kunnen voelen. Tijdens de asgrauwe maan heb je geduld nodig. Het is een tijd om voor jezelf te zorgen terwijl je je langzaam en zeker voorbereidt op de nieuwe maan, die heel dichtbij is. Op welk moment in de maancyclus je deze kaart ook trekt, ze herinnert je eraan dat je het jezelf wat gemakkelijker moet maken. De tijd om je scheppende krachten te gebruiken komt snel genoeg. Gun jezelf de tijd die je nodig hebt. Nou, heel erg mooi. De andere betekenissen eventueel voor deze kaart. En voel gewoon voor jezelf aan, waterman. Wat bij jou past. Het kan zijn dat het nu tijd voor jou is. En we gaan dat dadelijk ook zien in de rest van de kaarten. Of dat klopt. Dat het tijd voor jou is om het verleden los te mogen laten. Dus datgene wat jou niet meer dient in het hier en nu, dat je dat los mag gaan laten. Het kan ook zijn inderdaad, slaat ook op het vorige, is dat je binnenkort een nieuwe bladzijde in je leven gaat omslaan. Dat je meer tijd nodig hebt op dit moment om te mogen healen van wat je de afgelopen periode hebt meegemaakt. En bedenk voor jezelf hoe de situatie eruit zou kunnen zien. Dat niet alleen jij geheeld bent, maar het heeft altijd een rimpeleffect. Hè? Op het moment dat jij een actie onderneemt, waterman, heeft dat een rimpeleffect, zoals een steentje in het water, dat je ook anderen mag gaan helen. Dat je ook andere mensen mag gaan, ondersteunen in alles wat je zou willen gaan doen. Dus kijk even voor jezelf wat voor jou resoneert bij deze kaart. Een hele mooie tijd voor healing. Ik leg hem eventjes terzijde. Ik ga ook nog even een kaartje trekken vanuit het orakel van Wisdom of Avalon. Gidsen, energieën, engelen mag ik alsjeblieft. Een kaart voor de watermannen, november 2020. Mag ik alsjeblieft één kaart. Ik schud nog één keer, anders dan voel ik intuïtief aan in de stapel. Welke kaart voor jou, waterman? En ik heb voor jullie de focus. Is dat wel eigenlijk een aanvulling op de maankaart, de tijd voor healing. Dus focus jezelf op datgene wat nodig is voor jou. Eventueel als het slaat op de betekenis van de maankaart voor het loslaten, dat je je daarop mag focussen. Of als je inderdaad aan een nieuw begin staat, leg je focus echt op datgene wat je heel graag zou willen bereiken. En dat is eigenlijk wat de Wisdom of Avalon aangeeft. En dan gaan we nog eventjes vanuit het Feeënrijk een kaart vragen. Mag ik alsjeblieft engelen, gidsen, energieën, één kaart voor de waterman voor de maand november 2020. Wat eventueel zou mogen gaan spelen. Of een boodschap wat jullie door willen geven. Zo, nou die kwam er dus heel heftig uit. Oké,
Oké. Ik heb hier de hoedster van symbolen. De hoedster van symbolen, die geeft aan, let op tekens in je omgeving voor de komende tijd. Boodschappen die je door kan krijgen op een of andere manier. Dat er ineens iemand voor de deur staat. Of dat je dezelfde muziek steeds hoort met dezelfde tekst. Of dat dat iemand jou een verhaal vertelt over een situatie. En dat je iemand anders weer tegenkomt en die vertelt ongeveer hetzelfde. Dat zijn allemaal tekens waarvan je bij jezelf van mag gaan nadenken. Heeft dat iets inderdaad te doen met datgene wat ik los mag gaan laten? Ik heb het idee aan de drie kaarten nu alleen al vanuit de orakels, wat ik eigenlijk naar voren krijg, is dat het waarschijnlijk iets is inderdaad dat er iets nieuws gaat beginnen in je leven. Dan wel dat je iets mag gaan loslaten. Dat je dus echt het verleden mag gaan loslaten. Dus let op de symbolen, zegt ze, deze kaart vanuit Feeënrijk, van wat er allemaal in november op je pad mag gaan komen. Maar dat kunnen personen zijn, het kunnen situaties zijn, het kan muziek zijn, het kunnen boeken zijn. Ik trek zo meteen vier kaarten vanuit mijn Rider-Waite kaarten. En daarna trek ik nog vier kaarten vanuit het Arcanum Tarot ter verduidelijking. Dan willen we nog iets meer verduidelijking krijgen van de eerste leggingen. En we gaan even kijken, waterman, welke kaart naar voren mogen komen. Energieën, gidsen, engelen mag ik alsjeblieft een kaart voor de watermannen van de maand 2020 november. Want dat zijn er te veel. Dat doen we even terug in het deck. De eerste. Dat is de schildknaap van zwaarden. De tweede. De schildknaap van pentagrammen. Ik heb de vijf van staven. Oh, die is mooi. De keizer. Oké. De eerste kaart staat voor de algemene energieën. De tweede kaart staat voor jullie uitdaging voor de maand november, Waterman. De derde kaart is het advies vanuit het universum, dan wel vanuit de energieën, de gidsen. En de laatste kaart is de uitkomst van alles wat op tafel komt te liggen. Oké. Ik ga dan nu even de vier kaarten trekken vanuit het arcanum ter verduidelijking. Gidsen, energieën, engelen, mag ik alsjeblieft vier kaarten ter verduidelijking van de kaarten die al op tafel liggen. Voor de watermannen. November 2020. Mag ik alsjeblieft deze wil uitkomen. Dat is een mooie, dat is de maan. De sterren. Wow, jongens, jullie hebben allemaal de grote arcana. Wauw. De kracht. En ik heb de aas van pentakels. Wow. Waterman. Wat een mooie kaarten. Drie grote arcana, vier grote arcana in jullie legging. Is eigenlijk de helft van alle kaarten die op tafel liggen. Is dat eigenlijk best wel dat ik denk van nou, er speelt wel een flinke energie om jullie heen. Misschien hebben jullie het al enigszins mogen ervaren al. Zo eind oktober, dat er iets speelt, gespeeld heeft. Dat jullie daar al een beetje al mee bezig zijn geweest. De schildknaap van zwaarden. Schildknaap van zwaarden. Schildknapen staan ook weer voor een nieuw begin. Dus nogmaals, ik denk inderdaad dat de kaarten tot nu toe gesproken hebben, de orakels, is inderdaad het loslaten van het verleden, een nieuw begin. Van zwaarde, de schildknaap, is vooral opnieuw leren jezelf neer te zetten. Opnieuw informatie gaan inwinnen voor jezelf. Van oké, even weer van de nullijn beginnen. En alles weer gaan opbouwen voor jezelf. En de maan sluit daarbij aan qua aanvulling. En dit is dus in het algemeen wat er op tafel en de energieën zijn voor de november. Ook de maan geeft aan weer eventjes te voelen, terug naar de nullijn. Wat voor emoties liggen eronder, mentaal. Hoe sterk sta ik in datgene wat ik, weet je wel, waar ik heen wil. Dus beide kaarten zijn het zoekende.
Het zoekende naar, oké, welke energieën spelen er nu in deze komende maand? Welke stappen wil ik voor mezelf gaan ondernemen? Dan aansluitend de uitdaging, ja, de schildknaap van pentagrammen. Je ziet dat de schildknaap heel zorgvuldig naar zijn pentagram kijkt in zijn handen. Hij observeert, hij noteert en dan op daarvan gaat hij informatie inwinnen. Om te zorgen dat hij dus die kennis mag gaan vergaren, welke hij nodig heeft om de volgende stap te mogen nemen. Zo, dat is een mond vol. ik kan het niet herhalen, jongens. Het was heel veel wat er ineens uitkwam. De schildknaap staat voor een nieuw begin. Ga gewoon zorgvuldig voor jezelf na welke stappen je wil gaan ondernemen. De sterren, ja, dat is eigenlijk gewoon een wenskaart. Dat is een wenskaart om voor jezelf ook datgene neer te gaan zetten wat je graag wil. Je ziet eigenlijk al een blinkende ster bij de voorhoofd, bij het kruinchakra. Dus eigenlijk gewoon voor jezelf neerzetten van, nou, dit is wat ik wil gaan manifesteren. Dat ga ik ook doen. Vind daarbij ook het balans, want je ziet dat ze twee kannen met water, dan wel op het land, dan wel in het water neer uitstroomt, laat ik maar zeggen, leeg laat lopen. Het balans vinden daarin is wel belangrijk voor je. Dus blijf goed in je energie. Zowel mentaal, emotioneel, maar ook fysiek is het gewoon belangrijk. Blijf in balans voor jezelf, want dat is het beste om de volgende stappen te mogen gaan ondernemen voor jezelf. Het advies vanuit de energieën. Je kan wat tegenstand gaan vinden voor jezelf. Dus inderdaad competitie, ja, hoe wil je het zien? Misschien mensen die niet met je meegaan in jouw energie. Misschien is dat stukje ook weer wat je mag gaan loslaten voor jezelf. Dus vertrouwen hebben in jezelf. Dus het gaat niet heel gladjes verlopen. Maar je komt er wel, zegt de krachtkaart vanuit de grote arcana. Want je hebt de kracht en de energie in jezelf. En dat is ook eigenlijk wat de ster aangeeft. Je staat sterk genoeg voor jezelf. Weet je, zolang je in balans bent, heb je ook alle kracht in jezelf om je uitdagingen aan te gaan. En zal niemand ook jou, weet je, verslaan, zal niemand jou van je pad afbrengen, zal ook niemand jou, ja, weet je, daarheen sturen wat jij absoluut gewoon echt niet wil. Daarbij heb je dan de uitkomst de keizer. Nou ja, de keizer is een van de sterkste kaarten qua persoonlijkheid in de grote arcana. De keizer, je ziet hem zitten op zijn troon met de twee rammen als armleuningen. Zijn staf in zijn hand, zo van, hey jongens, hier zit ik. En bevalt het je niet? Jammer dan, dit is mijn koninkrijk, dit is mijn leven. Dit is waar ik voor sta. Dus je mag echt voor jezelf gaan staan voor datgene waar jij in gelooft. En de aas van pentakels, nou, de pentakel staat vooral ook voor werk, financiën. En de azen staan voor een nieuw begin. Dus waar sta je op dit moment? En ook daarin, voor jouw uitdaging, is ook die pentagram. Dus ik weet niet of je op dit moment bezig bent met een nieuwe baan. Of dat je zegt van, nou, ik wil iets nieuws gaan opstarten voor mezelf. Waardoor ik me financieel kan onderhouden of een extraatje kan verdienen voor mezelf. Ook daarin staat dus eigenlijk de kaart heel positief. De aas zegt gewoon van, ga er gewoon voor. Zet jezelf niet als een keizer. Weet je, het is jouw leven. En jij mag bepalen in jouw leven welke stap je gaat ondernemen. En natuurlijk mag je adviezen aannemen van de mensen om je heen. Dat is ook helemaal niet erg. Maar op het moment dat de mensen echt jou omver willen gooien, of jou totaal weer op hele andere gedachten wil gaan brengen, zegt de krachtkaart, doe dat gewoon niet. Weet je wel, vertrouw in je eigen, in jezelf, in je state of mind. Dus hou jezelf gewoon lekker sterk. Op zich een hele mooie algemene kaart, Waterman. Ik ga nog even twee Lenormand kaartjes trekken. Extra informatie, mag ik alsjeblieft gidsen, engelen, energie en nog twee kaarten uit de Lenormand. Aanvulling van wat er allemaal op tafel ligt. Twee kaarten. En dat is de eerste. Nou, dubbel op. Nogmaals de sterren.
Dit houdt wel echt wel in dat het dubbel bevestigd wordt voor jou, Waterman. Dat je echt je wensen mag gaan naleven nu. Ondanks misschien, ja, ondanks dat het niet altijd over een leien dakje gaat. Je kan de bergen natuurlijk zien als een obstakel, maar je kan het ook zien van oké, ik ga het aan, ik zet de schouders eronder en ik ga het zien als een uitdaging om die berg over te gaan. En als ik aan die top ben, hey jongens, dan bereik ik het ook. Dan bereik ik gewoon datgene waar ik voor sta. En zal ik inderdaad een nieuw begin hebben waar ik mezelf gewoon totaal neer kan zetten voor wie ik ben, waar ik voor sta, waar ik gelukkig in ben voor mezelf. Heel mooi, de aanvulling van de Lendelman. Top. En twee keer de ster, wauw. Ja, je mag echt je wensen gaan naleven, Watermannen. Ik trek nog even een inzichtkaartje voor jullie. En hier komt hij. Nou, ik hoef niet anders te worden. Ik hoef me alleen maar te herinneren wie ik werkelijk ben. Nou, een mooie aanvulling kan je haast niet hebben, zou ik zeggen. Alsjeblieft, Waterman. Ik hoop dat dit voor jullie geresoneerd heeft. Geef het een like. Mochten jullie nog vragen hebben, stel deze gerust. In deze maand november en december ga ik ook jaarleggingen doen voor 2021. Heb je daar interesse in? Stuur mij dan een berichtje en dan zal ik deze zo snel mogelijk beantwoorden. Ik wens jullie nog een hele fijne maand en tot de volgende keer.